Heel weinig meer zien, ja. Gisteren bij de oogarts geweest. En ze had spijt met meneer Vonk. Hij heeft het nog nagekeken. En er is gedruppeld en gekeken in het oog. Toen zegt hij, dit oog is slecht. En dit oog is bijna net zo slecht. Ja. Okay, u weet als u de poort ingaat dat u eerst naar links moet. Ja. Yep. En u weet het einde van de muur een kwartslag naar rechts. Ja. En ook Piet heeft mij geholpen met de rollator. Die kwam bijna wekelijks bij mij. Want ik woon hier al 12, 14 jaar. Dus de weg wist ik wel. En ik heb auto gereden en ik heb mijn brommer gereden. Dus ik wist eigenlijk precies wel de weg. Maar als je gaat lopen is het toch weer anders. Dan kom je... echt, en ik zie de kant of niet meer, waar het gras begint en waar de struiken beginnen. Dus dan moet ik me goed oriënteren en dat heeft Piet mij ook geleerd. Zo gauw je voelt dat je naast de weg zit, dan kom je of op het gras of je rijdt tegen de struiken aan. En dan is het iets links rijden dat je weer op de harde weg zit. Kijk, die rood-witte kleuren laten andere mensen zien dat je slechtziend bent, zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Als je niet meer zo goed kan lopen en je kan niet meer zo goed zien, dan kan zo'n rood-witte rollator je helpen. Hij geeft steun bij het lopen en bij het staan en je kan er zelfs op zitten. Hij beschermt je tegen obstakels die je kan tegenkomen. Het is een makkelijke boodschappentas en hij is eenvoudig op te vouwen en mee te nemen. Kijk, dat is nou zo'n oriëntatiepunt waar de heer Vonk op let. Hij weet als die bosjes ophouden, ja, dat dan het fietspad hier gaat komen. En dat hij dan dat fietspad over moet steken naar de overkant. En hoe doet hij dat nu? Je ziet daar die stoeband en die heeft een onderbreking. Dat is een opritje voor rolstoelers en dat kan hij dan nog net zien. En dat is dan het punt waar hij zich op oriënteert voor naar de overkant te komen. En dan natuurlijk niet vergeten links en rechts en links kijken. Want je hebt kans dat je anders tegen een fiets oploopt. En als hij dan de oprit voor rolstoelers opgereden is, dan weet hij dat hij een kwartslag naar rechts moet. Want dan heb je aan de rechterkant een paaltje. Dat kan hij dan nog net zien, daar oriënteert hij zich op. Is hij voorbij dat paaltje, dan weet hij dat er aan de linkerkant ook een paal komt. Dat is ook een zwarte paal. En als hij daar voorbij is, dan moet hij een kwartslag naar links. En dan proberen we het volgende oriëntatiepunt te vinden. En zo moet hij dus per stap onthouden hoe de route is. Ja, hij heeft een aantal oriëntatiepunten die hij moet onthouden. Ja, als hij wat ouder wordt, valt dat soms niet mee. Maar het gaat goed bij de heer Vonk. Ik heb het eigenlijk helemaal niet moeilijk gevonden. Nee, nee, nee. Je gaat beter opletten. Je gaat beter voelen waar je rijdt. Ja, als ik in het gras rijd, dan voel ik dat ik in het gras rijd. Maar ik kan niet zien of ik nou op het rijwielpad rijd of op het... Dat is gewoon, want Piet heeft ook gezegd, moest die gemeente eigenlijk een markering tussen maken. Tussen rijwielpad en voetpad. Dat is de enige moeilijkheid. Maar je weet dat dat er zit, dus je doet voorzichtig. Dat is het enige naar de kleine zoo, noem ik hem hier. Dat is een winkel van dieren en dierenvoedsel. En dat is het enige, gooi je zo'n zak in de rollator en het is klaar, ik kan weer terug. En ik zeg, het is voor Vonk en dan zal mijn zoon het wel gaan betalen. Ik was gewend aan het verkeer en ik heb erg geluk dat ik goed alles kan onthouden. Dus de verkeersregels heb ik allemaal nog wel in mijn hoofd. Dat gaat allemaal nog prima. En de bediening? Dat is heel makkelijk. Dat is heel eenvoudig. Als je het eenmaal weet, het is maar één knopje en dat is alles.
Dat is de hele bediening. Rechts is helemaal blind. En links is misschien, laten we zeggen, nog 20%. Alleen in de verte is het prima. Dus hoe verder weg, hoe beter ik het zien kan. En hoe dichterbij, hoe slechter. Aan de scootmobiel kun je weliswaar niet zien dat je slechtziend bent, maar andere weggebruikers kunnen wel weten dat jij je moeilijk kan verplaatsen. Het heeft dezelfde signaalfunctie als de rood-witte stok die blinde en slechtziende mensen gebruiken. Je hebt dan volgens het verkeersreglement extra voorrechten. Andere weggebruikers moeten je bijvoorbeeld voor laten gaan bij het oversteken. Die signaalfunctie is dus heel belangrijk, dat andere mensen je kunnen zien. Maar je moet nog wel eerst toestemming hebben om in de scootmobiel te mogen rijden. En wat is nou de procedure als je zo'n kar wil hebben? Je kunt de aanvraag bij de gemeente doen. En de gemeente heeft in het geval van meneer Britsemmer aan Bartimeus gevraagd om de rijvaardigheid te testen. Je moet natuurlijk keurig rechtuit kunnen rijden, je moet een bocht goed kunnen nemen. Je moet toch ook goed kunnen reageren op het verkeer. Je moet ook het voertuig goed kunnen beheersen. Dus dat betekent dat je echt goed weet welke knoppen waarvoor dienen. En dat je de knoppen ook goed van elkaar kunt onderscheiden. Ja, alles wat dichtbij is, hè. Daar moet ik goed op letten. Nou, bijvoorbeeld, laat ik zeggen, als je aan een stoeprand komt, die niet gelijk gemaakt is, dan kom je zo aanrijden. En dan sta je er een ene voor en dan moet je een ene stoppen. En hoe kunt u zien of u bij de weg bent? Kijk, dat is een verschil van rand, van kleur. Ja. Zie je wel? Ja. Een verschil van kleur. Dus daar begint de weg. Ja. Daar begint de teerrand, weet u wel? Dus je ziet daar als het ware een zwarte streep. Ja, dat klopt. He, bij die teerrand zie je een zwarte streep. Ja. En daar let ik op. Oké, prima. Je komt weer in contact met de mensen. Buiten het gebouw. In het gebouw kom ik toch wel in contact met de mensen. Maar buiten ook. Buiten kom je ook. En ik ondervind het zo druk. Dat als er bijvoorbeeld een auto aan zo'n komt. Ze houden je altijd goed in de gaten. En ze stoppen voor je. En dan laten ze je voorgaan. Dat is inderdaad wel heel goed hoor, vind ik altijd. Als je nou pech krijgt, wat doe je dan? Ja, stel je bent onderweg ergens naartoe en je krijgt pech. Dan kun je met je mobiele telefoon naar een servicenummer bellen van het bedrijf dat de scootmobiel heeft geleverd. En die hebben een 24 uur servicedienst. Dus op het moment dat jij belt, komen ze naar je toe en ze helpen je. Ik voel me echt wel veilig erop. Alleen die brommers die zo hard langs je heen komen scheren. Gewoon voel ik me wel veilig, ja. Want fietsen, daar heb je niet zo'n last van. En ik heb twee spiegels, dus ik kan altijd achter me kijken, komt er wat aan. Dat is het veiligste, die spiegels, hè. Hallo. Ja. Nou, ik ga het ook veel familie bezoeken. Dat doe ik ook. Ik zou vanmiddag, omdat het prachtig weer is, zou ik even een kopje thee gaan drinken bij mijn schoondochter. Zo.